Ah, ik zie dat echt helemaal zitten, hoor, een paard. Een paard? Ja. Zo'n Arabische volbloed, zo prachtig, met lange manen en zo. Fantastisch dat ik daarop zit en dan me een tekst geef. Hoe cool is dat, gast? We zullen zien. Allee, we hebben het er nog over. Hallo, ik ben de Lars, uw coach. Alles goed? Vandaag starten we met de assertiviteitstraining Grow a pair. Want wij slappe Belgen, wij worden terug een volk met ballen. juist gelijk onze voorvaderen, de Galliërs. Deel dan allemaal paarden, snapte? We beginnen natuurlijk met les nummer één, de basis. Nee, durven zeggen. En waarom? Omdat wij allemaal veel te veel ja zeggen. Ja, 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 ja. We denken allemaal nee, dat wil ik niet. En toch zeggen we ja. Hoe kan dat nu? De enige nee die er af en toe eens uitkomt is nee, nee. Dat is geen enkel probleem. Hm, dat kan zo toch niet verder. Serieus. Je zit altijd met de miserie achteraf. Een voorbeeld. Die van ons. Schaat, ik heb een broek bij voor u vanuit de winkel. Uh, ja, dat is wel strak, hè? Ja, dat is de mode, hè? Ja, ik krijg wel mijn handen in mijn zakken. En mijn been is aan het tintelen. En ik weet niet of dat een broer voor de sepperen nog in zit, Vind je het niet schoon, of wat? Jawel. Ha, nee, natuurlijk. Nee, verdomme. Nee, ik vind het niet schoon. Wij moeten meer nee leren zeggen. En wanneer dan? Aha, als we iets vragen en je wilt dat niet. Simpel. Gewoon nee. Dus, ze biedt als u een baas vraagt of je niks beters te doen hebt dan naar onnozel filmpjes op internet te liggen kijken. Wat zeg je dan? Huh? Dat is hem. Dat wil ik horen. Goed bezig. Voilà. En als u nog eens terugbellen, hè? die energiezeveraars, met hun bullshit over 143 tarieven op maat. Ik ben uw maat. Nee, ik kies mijn vrienden zelf. Voilà. Want een nee tegen een ander, dat sprak een ja. Voor uzelf. Dat is diep, hè? Denk daar maar eens over na. Voilà. Met die inspirerende woorden zit de eerste les er al op, hè? Tot de volgende. En je weet het, hè? Wie balk wijkt, wordt niet gekloond. Hair, de Nationale Assertiviteitstraining. Een assertief initiatief van Lampiris met Humo. Doe mee op growuphair.be. Al overstappen naar Lampiris nog voor de training gedaan is. Dat is pas assertief. En je steekt nog eens 180 euro mee in je zak ook. Volgende week een paard. Ik zie dat helemaal zitten. En doen hè? Ik voel echt dat ik assertief aan het worden ben.